allemaal bij de persconferentie na afloop van de wedstrijd SC Cambuur tegen FC Os. Die wedstrijd kende een ruststand van 2-2, uiteindelijk werd het 4-2 voor de thuisclub. Ik wil graag beide trainers het woord geven voor hun visie en analyse. Goed gebruik is om eerst te beginnen met de zoekende club en de trainer daarvan, François Gesterhuizen, terug op het oude nest, zou ik bijna zeggen. Ja, dankjewel. Ja, allereerst inderdaad wel leuk om te vermelden. Leuk om weer terug te zijn na een aantal jaren. Ik heb hier een leuke tijd gehad. Voetbal is misschien niet mijn allerbeste tijd met veel blessures, maar vooral privé ook in combinatie met voetbal. Een mooi jaar gehad. Mijn oudste zoon is zelfs hier geboren, dus altijd leuk om weer terug te zijn. Toch een warm gevoel bij deze club. Alleen had je die graag een paar puntjes afgesnoept. Maar goed, dat was uiteindelijk niet verdiend geweest. Ik moet zeggen, we hadden in het begin wel wat moeite met hun speelwijze. We wisten natuurlijk wel ongeveer hoe ze gingen spelen met drie achterop. Nou, we hadden toch wat moeite met Bakker, Houtkoop en hun spits die wat uit de spits ging zakken. Dus in het begin stonden we wat onder druk, komt die 1-0. Dan moet ik de jongens wel een compliment maken op de manier waarop we terug zijn gekomen. Want we hebben nogal wat geïncasseerd de laatste weken. Met wedstrijden waarin je 2-0 voor staat en uiteindelijk eraf gaat met 3-2 tegen Almere en 5-2 op een manier tegen RKC. Dus wat dat betreft was dit een hele andere wedstrijd. Ik moet een compliment maken voor de veerkracht die we hebben getoond. We hebben de eerste helft, denk ik, buiten de twee goals die we gemaakt hebben, nog twee keer alleen voor de keeper gestaan met Tom Boer en Justin Mathieu, die zijn strafgoed pakt, die overgaat. Ja, dat was dan misschien de ruimte die we kregen doordat hun achterin met drie verdedigers speelden. Dus dat hebben we, denk ik, goed gedaan. Ja, de tweede helft vond ik dat we wel wat meer grip hadden. Gingen ze terug naar 4-3-3 met de punten achter, zoals we eigenlijk in het begin van de week ook wel verwacht hadden. Alleen dan hebben we minder gecreëerd. Dus uiteindelijk blijf je wel lang in de wedstrijd. Ik denk dat het dan misschien net de 2-2 te vroeg valt na onze 2-1. Dat is altijd te vroeg natuurlijk, je wil hem ook niet voor rust hebben. Maar goed, uiteindelijk is het dan 3-2, blijf je lang in de wedstrijd. We hebben niet veel meer gecreëerd. Je hoopt dan toch nog op een momentje, ga je aanvallend wisselen. En in plaats van een 3-3 die overigens niet in de lucht hing, of we hebben daar geen kans meer voor gehad, valt de 4-2, dat is dan een beetje het risico van het aanvallend wisselen, van het risico wat je neemt. En uiteindelijk is dat een dik verdiende overwinning voor Cambuur, maar goed. Ik zit hier wel een heel ander gevoel dan de laatste weken. Ik denk als we zo doorgaan, de manier waarop we gespeeld hebben en uiteindelijk ook de manier waarop we als team gespeeld hebben, zonder individuen te benoemen mensen tekort te doen, dan gaan we absoluut die punten nog wel pakken. Alleen we staan nu waar we staan en dan willen we zo snel mogelijk weg. En heb je nu gewoon verloren van een hele goede tegenstander die ook in een lastige fase zat. En dat heeft zeker goed gedaan deze week. Bedankt. Dankjewel, François. Ja, na een rumoerige week, gaat met het ontslachtoffer Rob Maars. Veel gesprekken gevoerd met de directie. En in die gesprekken is naar voren gekomen dat we één ding telde deze week. Dat is een stukje rust, dat was één. En rust kunnen wij alleen creëren door wedstrijden te winnen. En vandaag met 4-2 gewonnen. Dat was het allerbelangrijkste voor vandaag, dat in ieder geval de winst de 3 punten in Leeuwarden zouden houden. Ik moet wel de complimenten ook geven aan mijn buurman, want ik vond ook namelijk, en dat wisten we al een beetje van tevoren uit de beelden, dat Tom Os frivol en gedurfd voetbal. Vandaag misschien iets meer vanuit de counter. Systeem, eerste helft 3-5-2. We wilden zo aanvallend mogelijk voetballen, met in ieder geval met de middelen die we hadden. We hadden nog wel wat blessures voorop staan met Goureye, Jesse, Barto gisteren nog ziek en noem het allemaal maar op, hem en er nog bij. Dus we wilden met de spelers die we hadden, wilden we zo aanvallend mogelijk voetballen. Nou, dat kon je ook wel zien, hè, aan de zijkant met Jordi van Delen met heel veel diepgang, aan de andere zijkant Sander Houtkoop met heel veel diepgang. Alleen die vergaten ook wel eens even terug te stappen, waardoor onze drie verdedigers, Steenvoorde en Toko en Blekson, in hele grote ruimtes kwamen te spelen. En vooral in de counters was het heel vaak Toko die in 1-1 kwam ten opzichte van Boer. Uitstekende spits overigens. En daar hadden we moeite mee. We wilden daar eigenlijk een half uur alweer veranderen, al we terugzetten naar 4-3. Maar ja, dat was eigenlijk denk ik om in de coaching heel veel dingen te veranderen in de eerste helft. Hadden we gedacht van we wachten op de rust. Komt 2-2 achter. Veerkracht toch even 2-2 voor rust. Nou, die viel lekker voor ons. 2-2 de rust in. Tweede helft omgezet, 4-3. En dat klopt de analyse, denk ik, van mijn buurman uitstekend. Tweede helft geen kant weggegeven. Wel de kans is natuurlijk gecreëerd. Geweldige goals van de Steek, de 4-2. En de geweldige goal van Erik Bakker, de 3-2. En ja, de einduitslag, jongen, wij zijn ontzettend blij met deze uitslag. We hopen dat het ook weer een beetje de rust terugbrengt in Leeuwarden. Aankomende dinsdag de bekerwedstrijd heel belangrijk. En dan
hopen dat we de volgende overwinning weer kunnen pakken. Maar nogmaals, ontzettend blij met deze overwinning. Complimenten ook voor de groep. Als ik ook zie hoe Marvin Peersman toch zeer teleurgesteld is met hetgeen dat hij door ons naar de bank werd verwezen. Hoe die vandaag is ingevallen. Grote complimenten. En dat heb ik net ook in de groep gezegd, in de kleedkamer. Wij hebben gewoon het hele team nodig om zo hoog mogelijk te eindigen. Want daar willen we graag mee zijn. Dus complimenten voor de groep. Ook Harm Seinsen, toch nog even benoemen. Moest vlak voor de wedstrijd Leonard Nienhuis vervangen. Nou, dat is altijd spannend voor een keeper. Hè? Als jij de hele week als reservekeeper hebt getraind. Dus ook niet met de basis hebt gespeeld. Maar vaak aan de andere kant hebt gestaan. Pakt hij toch een hele belangrijke bal. En die bal die er net overheen tikt. Ook complimenten voor Harmen, hoe die vandaag heeft opgepakt. Fantastisch. En ontzettend blij met de punten. En op naar de volgende.